kijk, jullie hier zien. Ja, ik heb het gehoord. Meneer de Spijkers. Ik hoop niet van leven. Kom maar eens, ga ik los. Je komt voor. Ik kom Ron van Meuvel. Ja. En weet Ron van Meuvel dan? Ja. Dat is mooi om te zien. Ja. Welkom. Ja, dankjewel. En gelukkig dat het er goed uitziet, Ron. Dat is een mooi jasje aan. Ja, nee, dat dacht ik wel. Hoi, ik ben hier met deze. Oh, en goedendag. Ja, die ken ik nog ergens van de ZTO, geloof ik dat wel. Dat klopt inderdaad. U komt voor? Ja, wij komen eigenlijk voor de ABAP. Voor de ABAP? Ja, ja. En dan moest je erbij zijn. Ja. Ja. Kom, je voelt het al een beetje, denk ik, of niet? Ja. Voor de ereleden van de tennisclub. Voor de ereleden? Oh nee, dan moet u naar... Ik moet naar deze uit, meneer Jens, want ik krijg hem. Wezen. U kreeg vandaag een lintje. Voor de voetbalclub, hè? Voor de voetbalclub? Ja, voor de voetbalclub. Wie is dat? Onze voorzitter. Ja? Ja, nou, dat is toch wel mooi. Ja, zeker. Heet hij toch wel dik verdiend? Ja, als het iemand dus dat ik weet het verdient, is het natuurlijk wel onze voorzitter dan. Ik wil u van harte welkom heten op deze bijzondere dag. Dan wil ik nu aandacht vragen voor de burgemeester. En mag ik u alle vragen te gaan staan, indien mogelijk. Goedemorgen mensen. Goedemorgen hier in zaal Ambiance op een toch wel hele bijzondere dag. Een bijzondere dag in heel Nederland, omdat er vandaag lintjes gaat regenen. En ik zit hier met een aantal leugenaars bij elkaar, heb ik begrepen net. U heeft het voor elkaar gekregen om hier vier aankomend gedecoreerden naartoe te lokken, onder valse voorwenselen. En op de drempel is het bij sommigen al gevallen, moet ik zeggen. Maar het geeft altijd wel een heel mooi effect en het is altijd wel heel aardig om te zien... op welke wijze dat dan gebeurt en wat het ook met mensen doet. Ik hoorde vanmorgen dat we eigenlijk het stelsel, het decoratiestelsel, vanaf 1815 al kennen. Dat is al 199 jaar. Zijn we in Nederland gewend om mensen die toch een bijzondere verdienste hebben, op een bepaalde manier in het zonnetje te zetten. Natuurlijk heeft zich dat geëvolueerd in de loop der jaren. En op... bij de lintjesregen, de dag voor wat vroeger Koninginnedag heette en nu Koningsdag is, zetten wij vooral de vrijwilligers in het zonnetje. En dat zijn er natuurlijk ontzettend veel hier in Landert. Er zijn er ook heel veel die dat op een uitzonderlijke manier doen. En toch is het mooi dat we uit die velen die dat op die manier doen, er elk jaar weer een aantal aangedragen krijgen waarvan de omgeving zegt, die hebben... Nou, dat stapje extra gezet, of ze hebben op een bepaalde manier, op die manier, dusdanige manier onderscheiden, dat wij vinden dat er nog wel wat meer bij mag. En dat daar een lintje aan uitgereikt zou moeten worden. We doen dat vandaag aan 10 mensen. Ik ga het hier toch maar zeggen, het zijn 10 mannen. En ik heb niet het idee dat het komt omdat die mannen nou zo heel veel meer in die vrijwilligerswereld zitten dan de vrouwen. En misschien via deze weg, en ik kijk maar naar Omroep Landert die dit soort zaken altijd opneemt, als een schaduw hier altijd aanwezig is. Vrouwen, laat u zich aanmelden. Doe het vooral niet zelf. Ga er niet naar vissen. Maar deze oproep, ik ben ervan overtuigd, die gaat wat doen. En we weten dat die vrijwilligers die elke dag... op het veld staat of in de verenigingsgebouwen, dat het altijd gaat met de steun natuurlijk van de partner en de ruimte die, het gezin, de familie, mensen eromheen zitten, aanwezig zijn. Dus laat dat ook een ondersteuning zijn voor de mensen die daaromheen zitten. En volgens mij hebben we hier daar in ieder geval een zaal van vol zitten. Wij gaan één voor één de mensen af. En ik mag beginnen met meneer en mevrouw Van den Heuvel. En die hebben hier twee stellen zitten. En ik ben dan ook op zoek naar meneer en mevrouw Leo Van den Heuvel. Meneer Leo Van den Heuvel. Ik kom hier verder en ik zit even. De microfoon die gaan we zo
Kom verder, ze hebben hier geen opstapje gemaakt behalve deze. Moet ik even helpen? Gaan zitten zoals u het fijn vindt ten opzichte van elkaar. Meen je dat? Meneer Van der Heuvel, u bent een veelzijdig vrijwilliger die we vandaag graag in de bloemetjes zetten. Van 2002 tot 2013 heeft u op de buurtbus gereden van Schaik naar Os. Deze bus reed 2 maal per week en werd veelvuldig door de Schaikse gemeenschap benut. Door de vrijwillige inzet van onder andere u, meneer Van der Heuvel, hebben mensen hier jarenlang veel plezier van gehad. Men kon ten alle tijde een beroep op u doen. Weer of geen weer. U hebt dit altijd met veel plezier gedaan en kon op die manier ook nog contacten onderhouden. Deze dienst, die op dit moment helaas niet meer rijdt, en u vindt dat ook spijtig, heb ik begrepen, is een belangrijke voorziening geweest voor de vele inwoners in Schaik. Al vanaf 2002 bent u bestuurslid van buurtvereniging De Bossenstraat in Schaik. Dan weet u ook meteen waar u ergens verblijft. Deze vereniging is belangrijk voor de binding in de buurt en u vindt het belangrijk dat mensen elkaar op een goede manier kunnen verhouden. Door middel van het organiseren van activiteiten met de buurtvereniging draagt u hier een steentje aan bij. U steekt me hierbij zelf ook regelmatig de handen uit de mouwen en bent in die zin een actief bestuurslid. Dat het organiseren van activiteiten wel bij u past, wordt onderschreven door uw lidmaatschap bij Jeu de Boelvereniging Le Jetteur in Schaik. Het is voor u niet voldoende om alleen de ballen te gooien. En al vanaf 2000 bent u lid van de activiteitencommissie van de Jeu de Boelvereniging Le Jetteur. Daarnaast bent u medeorganisatie van de verschillende clubtoernooien en het jaarlijks terugkerende weekendtoernooi van de vereniging. U laat, zoals dat zegt, de zaken niet de boel de boel. Dat zijn volgens mij de Jeu de Boel termen. Hè? Daarnaast heeft u vanaf 2006 zitting in de werkgroep Nieuwe Accommodatie voor de vereniging. Deze werkgroep vergadert regelmatig en er vinden overleggen plaats met de gemeente. En dit is nou net een werkgroep waarvan u hoopt dat die heel snel opgeheven kan worden. Dit jaar. Dit jaar nog. Dit jaar nog. Wij doen hier geen toezeggingen, maar spreken wel de hoop uit. Wordt vervolgd. En dan een activiteit die nogal wat jaren bestaat en alleen al in dienstjaren uw betrokkenheid weergeeft. Al vanaf 1978 bent u zeer actief betrokken bij voetbalvereniging DHW in Schaik. U had het daarnet in het voorgesprek ook al even over. Navraag heeft geleerd dat ook daar het zeer waarschijnlijk is dat u ook voor die tijd al actief was voor DHW. Maar in de boeken konden we niet verder terug dan 1978. Wat mij betreft een hele lange tijd. Wat wel zeker is, is dat u van 1979 tot 2000 bestuurslid van DHW bent geweest. Voor dit bestuurslidmaatschap van maar liefst 22 jaar heeft u in het jaar 2000 niet voor niets al de zilveren waarderingsspeld van de KNVB ontvangen. Als lid van het hoofdbestuur hebt u diverse taken in uw pakket. Zo zorgt u onder andere voor het keuren van de velden, het contact met de consul en verzorgt u de informatie over de afgelastingen. En dat je in 22 jaar ingezet wordt in een breed takenveld blijkt wel uit het feit dat u ook ingezet bent voor het regelen van het ziekenbezoek, de loterij, de organisatie ten behoeve van de bouw en onderhoud en het wedstrijdsecretariaat. U bent vanaf de aanvang betrokken bij de verbouw en nieuwbouwactiviteiten van DHW. U heeft met vele vrije tijd gestoken in de nieuwbouw van de accommodatie. En u moet een gelukkig man zijn, want hoewel mij nog niet helemaal duidelijk is wat de Vuttersgroep doet, bent u er wel lid van. En om de DHW-activiteiten af te ronden moet gemeld dat u sinds 2004 door de KNVB zelf benoemd bent tot consul. En niet te vergeten wordt u bij alarm als eerste gebeld. Meneer Van der Heuvel, u wordt door de voorzitter van DHW voorgesteld als een echte clubman die altijd bereid is taken op zich te nemen, indien nodig of gewenst. Een mooi compliment voor een gewaardeerd vrijwilliger. Het heeft Zijne Majesteit de Koning dan ook behaagd u, meneer L.M. Van der Heuvel, te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. En daar horen versierselen bij en die speelt ik u graag op. U mag klappen hoor voor deze meneer. Misschien om het al vooraf. Dit is de onderscheiding zoals we hem opspelden. En er zit een draaginsigne bij die u bij de normale gelegenheden mag en kunt dragen. En ik hoop met veel trots zult dragen. Dus even kijken. We moeten wel zorgen dat hij daar ook zichtbaar blijft. Ja. Hè? Fantastisch. Gefeliciteerd. Dank u wel. Met trots. Gefeliciteerd. Heel even eerst de kist. Dit zijn de spullen die bij horen. Ups. Nou,
de kist. Okay. De wijze waarop hoe het hele stelsel in elkaar zit. Hartstikke en hier mooi. Heel mooi. Je wordt erbij. Alsjeblieft. En deze hou ik heel even, want wij gaan nog even denken naar de foto. Mevrouw van de Heuvel, zoals we al zeiden, het kan niet zonder de ondersteuning. Alsjeblieft. Gefeliciteerd. Dan gaan we naar onze tweede gegadigde van deze dag. En misschien wel verrassend, maar dat is meneer Ron van de Heuvel. En ik zou ook graag mevrouw van de Heuvel naar voren willen hebben. Ja, daar is een mooi opstapje, want die had ik net nog niet gezien. Neemt u plaats. Ja, meneer Van de Heuvel, u werd vanmorgen zomaar in de auto gezet, maar nergens. Hè? In de hoop dat u het niet zou kunnen zou raden. Maar rekenen is u gegeven, want u had toch wel het een en ander in de gaten, is me gebleken. U zit er dan misschien enigszins verrast, maar niet totaal verrast. Ook voor u een heel verhaal, kan ik zeggen. Al vanaf 1989 bent u actief in de voetbalwereld. Zowel als vrijwilliger als ook als bestuurslid hebben ze in de jaren een beroep op u kunnen doen. U bent in 1998 begonnen als leider, trainer, coach van Achilles 2 en sportmasseur van de selectie van Achilles. Maar al eerder in 1995 nam u zitting in het bestuur van DHW. Daar vervulde u de rol van secretaris en vicevoorzitter totdat u gevraagd werd om als voorzitter van DHW op te treden. U ging deze verantwoordelijkheid niet uit de weg en was tot 2007 voorzitter van de vereniging. Voor deze verdiensten bent u door de KNVB al eerder in het zonnetje gezet bij de uitreiking van de zilveren waarderingsspeld. U bent zich daarna in blijven zetten voor DAW. Er lag namelijk weer een fikse klus te wachten. U bent hier niet uit de weg gegaan en nam de rol van voorzitter van stuurgroep Sportpark DAW op u. Dat de stuurgroep laatstelijk is opgegeven zou kunnen betekenen dat het een zinloze missie is geweest. Maar niets is minder waar. Het succes van de ontwikkeling van het nieuwbouwcomplex van DAW en de upgrading van het sportspark zijn zeer succesvol geweest en hebben gemaakt dat de stuurgroep ontbonden kon worden. In de stuurgroep Sportpark DAW hebben ze zich bezig gehouden met de onderhandelingen met de gemeente en met de werkgroep inrichting kantine. Velen hebben daar een steentje aan bijgedragen, maar volgens velen bent u daarin onderscheidend en bepalend geweest. Vanaf 1996 bent u actief betrokken geweest bij het realiseren van nieuwbouw, maar heeft u nog vele andere vrijwilligerstaken verricht bij DHW. Zoals de coördinator van de EPI-pillen, voorzitter van de barcommissie en de veldkeuring. Ook andere actievelingen in Schaik hebben een beroep op u kunnen doen. Gedurende 20 jaar heeft u tijdens de Vierdaagse van Nijmegen Schaikse wandelaars begeleid. U bent sportmasseur en zorgde tijdens de wandelweek voor massage, intepen van voeten en zorgde er hiermee voor dat bijna iedereen, en dat bijna staat tussen haakjes, de volgende dag weer fit aan de finish kon komen. Uw brede maatschappelijke betrokkenheid blijkt wel uit het feit dat u naast deze sportieve en ondersteunende activiteiten politiek actief was. Een aantal jaren was u actief voor de Schaikse politieke partij PAS. Dat er ondertussen muziek als belangrijke passie in het leven is binnengedrongen, blijkt wel uit de volgende activiteiten. U bent speler van de tuba-bas. En u bent met een aantal mensen in 2012, nog niet zo heel lang geleden, begonnen met Blaaskapel. En vergeef me de uitspraak, Fresia. Blaaskapel van ongekend hoog niveau. Dat de Blaaskapel van ongekend hoog niveau is, blijkt uit het feit dat men hetzelfde jaar direct Europees kampioen is geworden. En waarom zou je lid zijn van één Blaaskapel als je ook bij meerdere een steentje bij kan dragen? U bent in 2012 ook lid geworden van BOG in Geldrop. En heb naast de tuba daar de voorzittershamer ter hand genomen. En er moet tijd gevonden zijn voor een extra melodietje, want afgelopen jaar is daar het lidmaatschap, ja, ik zult het niet geloven, van Blaaskapel Drie Donken bijgekomen. En was u medeoprichter van, tijd genoeg, Blaaskapel Prachtig Burmies in Lierop. Dat u oog heeft voor uw medemens heeft zich al getoond. Maar veelal is het oog van mensen gericht op de nabije omgeving. U heeft uw oog laten vallen op weeskinderen in een ander deel van de wereld. Daar waar ondersteuning aan deze kinderen en hun omgeving helemaal niet zo voor de hand ligt. U heeft in 2012 de Wakalia Foundation opgericht. Deze stichting zamelt geld in voor weeskinderen in Nepal. De stichting wil mensen steun bieden die leven in een onveilige en of instabiele leefomgeving, zowel kinderen als volwassenen.
Het doel daarbij is dat deze mensen in hun eigen omgeving en cultuur zich ontwikkelen naar een menswaardig en misschien menswaardiger bestaan. De stichting wil daarvoor middelen en kennis verzamelen, aanreiken en lokaal en kleinschalig inzetten of beschikbaar stellen. Meneer Van den Heuvel, u bent duidelijk iemand die oplossingen wil bedenken, niet bij de pakken neerzit en hulp biedt daar waar mogelijk. Zo werd u in 2005 geconfronteerd met de ziekte ALS. Een vriend van u kreeg deze ziekte, waarbij voor mensen met deze ziekte tot op de dag van vandaag weinig perspectief is. U heeft samen met uw vriendengroep de stichting ALS opgericht om geld in te zamelen voor stamceltransplantatie in China. Op diverse ludieke manieren heeft de stichting geld ingezameld. En hoewel Peter Marinissen, dat is uw vriend, het niet heeft gered, heeft u samen met uw vrienden Peter wel perspectief gegeven en laten zien dat anderen het waard zijn om voor te knokken. In alles ademt u uit dat u er bent voor anderen. In uw dagelijkse praktijk als haptonoom, maar ook in bijvoorbeeld de bestuurslidmaatschap als secretaris van de Landelijke Vereniging van Ouders van Couveuzekinderen. Of uw continue bereidheid voor anderen klaar te staan. U heeft een grote verdienste, maar vooral een groot hart. Het heeft zijn majesteit de koning behaagd u, meneer RLAB van den Heuvel, te onderscheiden en te benoemen tot lid in de Oranje, in de orde van Oranje Nassau. Stelt u graag de versierselen die erbij horen op. Gefeliciteerd, heel verdiend. Ja, en als je zo allemaal bij elkaar hoort, dan is dat verdiend. Ja, ik kan me voorstellen dat het verhaal over vriend nog even binnen komt. Goed om te mogen vertellen. Het jasje gaat eraan. Ik heb er nog één. Dat is waard. Goed. Dank u wel. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Ook voor u de bijbehorende kist. Ja. Ja? Hier in de draaginsigne. Ik weet niet of dat er zo bij kan. En voor de vrouw achter u, de verdiende bloemen. Dank je wel. Gefeliciteerd en applaus. We hebben de Van den Heuvels nu wel gehad, mensen. De hele serie langs geweest. En ik zou eigenlijk graag meneer en mevrouw Matthijssen naar voren willen hebben. Ja, daar zit u dan. Meneer Matthijssen zou hier zitten voor een bijeenkomst van de ABAP, had ik dat goed begrepen? Ja, die smoes hadden ze. En het mooie is dat hij om 7 uur, of om 9 uur 's ochtends daar dan ook gewoon echt naartoe gaat. Heeft hij gisteren te horen gekregen dat hij er moest zijn. En dat zal dadelijk ook wel blijken. Dan bent u er dus ook. Volgens mij zijn er maar weinig mensen zo makkelijk deze kant op te krijgen, meneer Matthijssen. Het is u gelukt. Een leugentje om bestwil heet dat. Meneer Matthijssen, als rundveehouder ben je naast de belangen die je hebt als ondernemer en eigenaar van uw bedrijf zeer actief geweest op andere fronten. De eerste schreden in het vrijwillig bestuur zijn nu door u gezet bij de FOC en controlevereniging Sint Lucia in Schaik. Deze vereniging zorgt ervoor dat de FOC en productiegegevens van het melkvee verzameld wordt en worden opgenomen in een landelijke database. Deze gegevens worden dan beschikbaar gesteld aan de leden van de vereniging ter verbetering van de bedrijfsvoering. Die bestuursfunctie heeft u 8 jaar vervuld. Het lijkt erop dat je daardoor ook in beeld bent gekomen bij de NCB. Want nog geen 2 jaar later wisten ze u te verleiden tot een functie in het bestuur van wat toen nog de NCB Schaik heette. Ook de NCB is niet ontkomen aan opschaling en de logische stap van de combinatie NCB Schaik en NCB Reek lag daarbij voor de hand. In die tijd hanteerde u de voorzittershamer en het gebeurde daarmee onder uw leiding. U was echt een belangenbehartiger en de agrarische ondernemers deden dan ook nooit tevergeefs een beroep op u. En u staat nog steeds voor deze sector en hebt eerst in Schaik en Reek, maar later voor de hele gemeente Lander daar uw steentje aan bijgedragen. In de 27 jaar dat u bestuurslid was van de NCB en later de ZLTO Landert, heeft het bestuur van uw kwaliteiten en inzet met veel plezier gebruik gemaakt. U heeft een heel scala aan taken op u genomen. Van de portefeuille rundveehouderij tot water en milieu en ook de omvangrijke portefeuille ruimtelijke ordening
hebt u in het bestuur behartigd. Dit moet een tijdrovende klus geweest zijn. Als we zien hoe de sector in de afgelopen jaren is veranderd, en als je ziet hoe de regelgeving continu in beweging is, dan moet het af en toe gevoeld hebben alsof u nooit uit de schoolbankjes bent geraakt. Het bijhouden hiervan is een flinke opgave. Laat staan dat je dit ook weer moet vertellen aan de leden. Dus leerling en leraar in één. De Maashorstfair, een ander iets in de regio, is langzamerhand een begrip geworden. Het is dé plek waar de regio haar streekproducten en kwaliteiten samenbrengt en toont. U bent een van de grote voortrekkers van deze Maashorstfair geweest. En we genieten daar op dit moment nog elk jaar van. Prachtige bijeenkomsten en ook dit jaar wordt hij gewoon weer georganiseerd. Afgelopen mei bent u voor het werk, voor de ZLDO, door de leden in de bloemetjes gezet. En werd het ook duidelijk dat u de klussen die u bent aangegaan serieus neemt. Want als het aan u gelegen had, zou het afscheid eigenlijk veel eerder gekomen zijn. En veel is misschien wel heel erg veel gezegd. Maar 2 jaar eerder had heel mooi geweest. Maar helaas kon u de portefeuille niet overdragen bij het ontbreken van een goed ingewerkte opvolger. Het belang was voor u zo groot dat u besloot te blijven totdat de opvolger goed ingewerkt was. En zo kon het gebeuren dat u 27 jaar in het bestuur gebleven bent. Dat is echt een enorm lange tijd. Zoals zo vaak zijn er van die klussen die blijven liggen als niemand ze verder oppakt. De functie van contactpersoon voor de Interpolis was er zo één en u heeft een aantal jaren die rol opgepakt. Als laagdrempelig aanspreekpunt kon je mensen informeren over het beleid dat door Interpolis gevoerd werd. Een mooie bijkomstigheid was dat als contactpersoon verantwoordelijk was voor het geldbedrag dat geschonken werd aan het plaatselijk maatschappelijke doelen. En misschien voor de goede orde, hij was hier geen verzekeringsman, maar echt een contactpersoon tussen de verzekeringsnemer en de agrariërs. Goed om te vertellen voordat we ze denken dat we hier gewoon de baan aan het opsommen zijn, meneer Matthijssen. Ook bent u een aantal jaren lid geweest van de Raad van Toezicht van de Rabobank Schaik Reek. Dit heeft u gedaan tot de fusie met Ravenstein. Op dit moment, meneer Matthijssen, en dat is het laatste wat we zullen noemen, bent u bouwouder. Voor de Schaikenaar een begrip. Het wil zeggen dat u de carnavalsclubs in Schaik onderdak biedt, zodat zij een carnavalswagen kunnen bouwen. Mede door inzet van u kan de Schaikse jeugd een carnavalswagen bouwen. En gedurende zo'n 5 maanden per jaar verblijven de carnavalsclub in de schuren bij u en uw vrouw. Dit veroorzaakt natuurlijk enige overlast. En jullie hebben in deze periode wat minder privacy. Maar zoals dat in Schaik werkt, vindt u dat meer dan waard. Natuurlijk kan het alleen maar gebeuren als je met een vrouw getrouwd bent die de ruimte biedt dit alles voor de gemeenschap te mogen doen. En ook daar gaat onze dank naar uit. Geachte meneer Matthijssen, het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd om u, J.J. Matthijssen, te onderscheiden en te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Gefeliciteerd. Dank u wel. En ook daar horen voor u de versierselen bij. Want er gaat er weer een vestje aan, Nico. Lastig, hè? Vorig jaar heeft bij de ZLTO ook al een speld gekregen, of niet? Ja, een groot speld, ja. We moeten wel ekjes zorgen dat je goed met zicht zit. Gefeliciteerd. Dank u wel. Heel goed. De draaginsigne voor andere gelegenheden. Een bijbehorende doos. En voor u de bloemen. Dank u wel. Alsjeblieft. Als u even recht wil staan, misschien dat je beter zo, dan heb je een mooie. Je mag je gewoon de tijd voor nemen. Ik denk dat meneer en mevrouw Vrensen wel weten wie er nou naar boven geroepen gaan worden. Mag ik u verzoeken? Pas even. Ja, hier zit het opstapje. Ga ervan genieten. Dat is ja? Nee, dat is, dat mag, hè. Ja, meneer en mevrouw Vrensen, daar zit u dan. En voor meneer Vrensen was het toch niet zo'n hele grote verrassing toen eenmaal op deze dag de stropdas vanmorgen klaar lag.
Nee, hij wist het niet. Hij wist het toch niet, hè? Nee, ik denk dat dat heel goed gegaan is deze ochtend. Goed dat u er bent en we zullen, naar aanleiding van hetgeen wat verteld wordt, ook snappen waarom u hier beide zit. Maar mevrouw Vrensen, het gaat vandaag toch ook hier over uw man. Bij sommigen die voorgedragen worden, is het moeilijk om een begin te maken. En u hoort daarbij. Uw betrokkenheid bij Zeeland en de gemeenschap van Zeeland laat zich door de vele activiteiten ondersteunen. Ik heb besloten om maar gewoon bij het begin te beginnen. In 1964 richtte u de tienerbar op. Scholieren van 12 tot 16 jaar werden iedere zondagavond vermaakt met muziek. Gezellig samen zijn op non-alcoholische feesten. Ook nu gaat het daar weer over. De jeugd van Zeeland en omgeving waren in grote aantallen aanwezig. De tienerbar was een belangrijk sociaal evenement dat wekelijks plaatsvond in een tijd dat het jeugd- en jongerenwerk nog in de kinderschoenen stond. En u heeft de Zeelandse jeugd de nodige opvang gegeven. Daarnaast is uw initiatief nog steeds in leven, want op dit moment vinden dit soort avonden nog steeds plaats onder de naam het Hooischuurke. U bent in dezelfde periode tot 1979 hoofdleiding geweest van het jaarlijks georganiseerde zomerkampen. Iedere keer deden daar ongeveer 50 jongeren aan mee en u was als hoofdleiding verantwoordelijk voor de organisatie en het goede verloop van de zomerkampen. In 1966 is er een verjaardagsactie in het leven geroepen om de kosten te dekken voor het initiatief Tienerbar. En ook u ging bij de jarige aan de deur met een felicitatiekaart om hiervoor een vrijwillige bijdrage te ontvangen voor uw mooie initiatief. Tussentijds, in 1968 alweer, was u degene die het initiatief nam om te komen tot een trimbaan in de bosrijke omgeving van Zeeland. Dit kon niet losstaan van een opgerichte trimclub die onder begeleiding van een gymleraar werd opgericht. En dat uw hart bij de jeugd ligt, komt bij het volgende naar voren. U was nauw betrokken bij de aankoop van de grond van het Inca-kamp voor Stichting Jeugdbelangen. Uw inzet heeft ervoor gezorgd dat ook nu nog elk jaar het Inca-kamp op dit zeer fraaie bosterrein wordt gehouden. Inmiddels wordt het terrein ook door andere verenigingen benut. En we gaan nog wel even door, meneer Vrensen. U heeft de afgelopen jaren niet op uw handen gezeten. Vanuit het initiatief De Tienerbar namelijk richt u gitaarclub Leyenda op. Deze vereniging is nog altijd actief in Zeeland. U heeft voor de gitaarclub de eerste 56 gitaren gekocht, zodat de vereniging van start kon gaan. En ook dit initiatief leeft nog voort, want gitaarclub Leyenda is ook nu nog een actieve muziekvereniging in de Zeelandse gemeenschap. U wordt gedreven door gemeenschapszin en bent in staat nieuwe zaken te laten ontstaan. Zo stond u ook aan de wieg van de buurtvereniging van het Van Kilsdonkplein. En u bent vanaf de oprichting in 1964 tot 2002 bestuurslid geweest, waarvan in de periode van 1982 tot 2002 zelfs als voorzitter. U gelooft in de functie van de buurt als versterker van sociale veiligheid en welzijn van de bewoners. De buurtvereniging organiseert vele activiteiten voor jong en oud. En dan weer terug naar de jeugd. Van 1966 tot 2006 was u actief bij carnavalsvereniging De Smauskes en heeft met een aantal anderen het jeugdcarnaval en de Raad van 11 voor Tieners opgericht. Daarmee heeft het jeugdcarnaval in Zeeland inhoud gekregen. Dat u een keer prins carnaval zou worden, lag dan ook wel voor de hand. En in 1977 heeft u De Smauskes aangevoerd. Natuurlijk was u ook actief bij de ondersteuning van de halfvaste optocht in Zeeland en kon men altijd een beroep op u doen. Het time management van u moet wel erg goed op orde geweest zijn, want u was 10 jaar lang lid van het bestuur van voetbalvereniging Vestilent en ook voorzitter van de supportersclub. En aansluitend bent u in het bestuur van tennisvereniging Z77 gestapt. Van 1980 tot 1992 was u daar voorzitter. In deze tijd is het nieuwe sportpark De Bundel gerealiseerd. Tennisvereniging Z77 heeft hier een prachtig sportcomplex in samenwerking met de gemeente gerealiseerd. U bent zeer actief betrokken geweest bij het realiseren van dit sportpark. Van 1991 tot 2002 was u lid van de technische commissie. En vanaf 1997 tot op de dag van vandaag bent u actief bij de 50PLUS seniorentennis. Elke woensdagmorgen komen een groot aantal 50PLUS leden deelnemen aan het tennis. En u bent verantwoordelijk voor het organiseren en oprichten van deze activiteit binnen de vereniging. Daarnaast organiseert u verschillende seniorentennisdagen in de regio.
dat u al eerder uitgeroepen bent tot erelid van tennisvereniging Z77, mag dan ook geen verrassing zijn. Meneer Vrenzen, we gaan verder met het bespreken van uw tomeloze en vrijwillige inzet. In 1991 was u zeer actief betrokken bij het jubileumfeest van het 100-jarig bestaan van Harmonie Zeelandia. Dit is een groot feest geweest voor alle inwoners van Zeeland. De voorbereidingen van dit jubileumfeest zijn zeer intensief geweest. U haalde, ik weet niet waar u de tijd nog heeft gevonden, van 1984 tot 2004 de vaste actiezakjes huis aan huis op. En u organiseerde in dezelfde periode samen met uw echtgenoten de jaarlijkse reis naar Lourdes voor de Zeelandse zieken. Tevens heeft u ten behoeve van de financiële ondersteuning voor deze reis jaarlijks gecollecteerd. Dit doet u ook al meer dan 18 jaar als collectant voor de gehandicaptensport. Er wordt nooit tevergeefs een beroep op u gedaan om te collecteren voor het goede doel. En vanaf 1995 tot met de dag van vandaag brengt u maandelijks het plaatselijke blad Het Rokelijzer rond in de diverse buurtschappen. En dan echt het laatste wat we hier zullen noemen, meneer Vrenzen. Vanaf 1982 tot en met 1992 was u actief vrijwilliger bij de jaarlijkse fietstocht PMC. Deze fietstocht wordt gehouden voor het goede doel. Ieder jaar nemen 600 tot 1000 fietsers deel aan het evenement. Meneer Vrenzen, het is een hele lijst met heel veel mooie activiteiten. En ik ben ervan overtuigd dat we er zelfs best nog een paar gemist zullen hebben. Maar hetgeen wat hiervoor staat, heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd, u, meneer Vrenzen, te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Ik zou graag de versiersel opspelden. Mooi wordt hier gedaan, hè? Wat soms denk ik. Dat we nog heel veel missen. Lang geleden. Dat kon je nog veel doen. Ja, ik. Ik hoop niet dat we nog heel veel haast hebben. En dat we er goed van kunt genieten in ieder geval. Als we dat doen. Ja, natuurlijk. Zo. Alsjeblieft. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Dankjewel. De bijbehorende kist. En de dragingsinje. Dankjewel. Alsjeblieft. Ik weet niet of er misschien dat u even samen zo naar kijkt. Ik weet niet of er behoefte is om even wat foto's te maken. Dan is dit een mooi moment, denk ik. Ik kom er graag even bij staan als u. Dat is voor de andere serie foto's. Ja. Mensen, nog een keer applaus.